Vitesse heeft na een bizarre slotfase tegen AZ met 2-1 gewonnen. Dat betekent dat de Arnhemmers nu koploper zijn van de Eredivisie. Wij spraken na afloop met Vitesse-speler Julian Lelieveld en trainer Leonie Slutski. Hoe ging het? Hoe vond je het zelf? Ja, ik denk verdedigend wel degelijk. Aan de bal was het niet super, vond ik. En ja, dat was het vooral, denk ik. Het was een beetje een tamme bedoeling, de eerste helft. Na de 1-0 kwamen jullie eigenlijk een beetje los, hè? Ja, ik denk dat opstootje dat ons eigenlijk wel goed heeft gedaan. Heeft jullie een beetje wakker geschud? Ja, daarvoor was het een beetje slap, denk ik. We liepen iets te veel achter de bal en dan kwamen we niet in de duels. En daarna, toen gingen we, ja, ik weet niet, toen kwam er wel wat energie los. En toen maak je die 1-1 net voor rust, denk ik. Dat was goed. Tweede helft ben je wel eens meer, iets beter stond je. En heb je niet echt kansen weggegeven, denk ik. Zelf ook niet zo heel veel gecreëerd. En aan het eind, ja, dan krijg je die penalty. Ja, twee keer. En één keer de uit de rebound. Tweede keer ging die gelijk in, hè? Ja, het is maar goed dat hij die rebound binnenschiet, anders mag je hem niet overnemen, denk ik. Tenminste, volgens mij is het zo. Dus dat deed hij goed. En die tweede was gewoon goed. En dan pak je 3 punten. What kind of game was it today? It was a very difficult game for us, like usually, because before we didn't beat one big club in Holland, because last year we twice lost against Ajax and only one draw against Feyenoord, against AZ and against PSV, with a first big win, because AZ in the top 4 club in the league, and I'm very proud for the team. It was not maybe the best performance. We didn't dominate totally, but if somebody has expectation about we can to dominate and control the ball 70% of the time against team like AZ, it's a sorry, but this is impossible right now. But in any case, we show character, team spirit, and finally we won a very difficult game.